Hoi, leuk dat je kijkt naar deze vragensessie. We gaan het hebben over hoe maak je nou een hit. Dus blijf kijken als jij heel graag een hit wil scoren. Uiteraard helemaal wetenschappelijk onderbouwd. Je kunt je vragen ook gaan stellen. We gaan het dus hebben met John Ashley Burgoyne van de UvA over hoe je nou een hit kunt maken. Dat doet hij vanuit de... hij is verbonden niet alleen aan de faculteit der geesteswetenschappen, maar ook aan de faculteit der natuurwetenschappen, wiskunde en informatica. Zeg ik het goed, Ashley? Ja, zeg je goed. Ja, jij leert studenten ja, wat je nou allemaal kan meten aan muziek en misschien hoe ze daar ook wel een hit mee kunnen scoren. Welkom, fijn dat we jouw vragen mogen stellen. Dankjewel. Ja, kan je misschien meteen al een voorbeeld geven van wat onderzoeken jullie vanuit de computationele muziekwetenschap? Wat doen jullie? Dus met kunstmatige intelligentie muziek gaat het vaak over, is er iets wat meetbaar is? Meestal in een audiobestand, want in onze digitale eeuw, dat is echt wat nieuw is. Dus we hebben zoveel digitale audio. Is er iets dat door kunstmatige intelligentie je kan meten, die ook nuttig is voor muzikologische vragen, of ook gewone vragen wat mensen interessant vinden, zoals, wordt dit een hit? Ja, dat is inderdaad de grote vraag van deze vragensessie. Als je kijkt, stel je vragen in de comments. We hebben ook al een heleboel vragen binnengekomen en die ga ik jou dus ook voorleggen. Wat is zelf jouw favoriete muzieksmaak? Well, my favorite, dat is een van de nadelen van mijn levenswerk, is dat je bent zo geschrold om alleen te luisteren, niet naar wat je leuk vindt, maar wat interessant of merkbaar is. Ik was getraind als klassieke zanger, dus ik luister nog steeds naar heel veel klassieke muziek uit de Renaissance en Barok, maar meestal eigenlijk is het meteen wat voor muziek waarover ik onderzoek doe. Dus in die tijd is dat heel veel songfestivalmuziek, met name de Nederlandse inzendingen. Ja, en daar ben je van nature misschien geen fan van. Ik ben oorspronkelijk Amerikaans, als ik kan horen. Dus ik wist best weinig 10 jaar geleden over het Songfestival. Maar toen ik voor het eerst hier verhuisde, merk je inmiddels als muziekoloog, nou, wat voor natuurlijke muziekexperiment is dit? en ik vind het eigenlijk echt leuk. En een paar van de oude Nederlandse inzendingen, ik denk dat mijn favoriet is 1992, dus Wijs me de weg. Het is niet een winnaar, maar ik weet dat heel veel Nederlanders dachten dat het echt moest een winnaar worden. Dat was een topic voor mij in de hele lijst van Nederlandse inzendingen. Ja, zoekt dat op allen. Ik ga je wat vragen voorleggen. Stuur ze dus ook in aan Ashley. Even kijken, Kim wil weten, kan jij voorspellen of een nummer succesvol wordt? Ja, nou, goede vraag, Kim. Natuurlijke vraag. Deels wel, deels niet. Dus als we kijken naar de state of the art, met de allerbeste kunstmatige intelligentietechnieken, dan kan je een voorspelling maken, in een hitparade bijvoorbeeld, plus of min 50 plaatsen op de hitparade. Nou, dat is niet fantastisch. Dat is zeker geen garantie dat het een nummer 1 wordt. Toch, misschien weet je, oké, dit komt binnen de hitparade in, of misschien helemaal niet. Maar de andere nadeel is dat er is altijd een balans tussen statistische modellen die zijn goed interpreteerbaar, waar we kunnen zeggen, oké, ik weet waarom dit een hit wordt. En de soort kunstmatige intelligentie waar het maar een voorspelling is. En helaas, de modellen die zijn zeer goed in het voorspellen, we hebben geen idee. Alles wat we weten is dat letterlijk alles belangrijk is. Je moet wat details over de audio zelf, je moet wat muzikale kenmerken zoals harmonie, klankkeur, melodie, echt alles uitmaakt. De modellen die zijn een beetje beter te begrijpen, doen helaas ook een beetje minder goed. Ja. Marion die vraagt nu ook van, wordt het aankomende eerste nummer van mijn zoon van 16 een hit, denk je? Nou, dan moet het nummer even opgestuurd worden, denk ik. Ja, dat is de droom van iedereen, stuur het maar. Ja, precies. Een vraag die daarop aansluit is van Hanne. Zij zegt, wat zijn nou de belangrijkste voorwaarden voor een succesvol lied? Is het dan de tekst, of de melodie, de samenhang? Hoe onderzoeken jullie dat? Wat zijn dan die kenmerken? Ja, dat is een best goede vraag. Persoonlijk doe ik meestal minder met tekst, maar we weten dat dat is iets wat echt verschilt per persoon. En je weet dat waarschijnlijk al uit je vrienden. Dus voor sommige mensen is tekst extreem belangrijk, anders luister vrijwel helemaal niet naar de tekst, zelfs in popmuziek. Ik werk meer met de muziek zelf. En voor lange termijn geheugen
is melodie belangrijker dan alles. You know, het is niet voor niets dat we spraken over een catchy tune of een meezinger. Dus harmonie, ritme, dat is ook soms belangrijk, maar de ding is echt kleine melodische patronen die zijn vaak typisch voor een bepaalde genre. Als we kijken specifiek naar iets als een hit of het songfestival, dan is het eigenlijk een beetje van alles. Een beetje van de harmonie, een beetje van de klankkleur en een beetje van de ritme, met name. Ja, dus je moet toch een beetje een package deal hebben. Echt zo. Even kijken hoor. Joep vraagt of je voor elk genre ook kunt bepalen wat dan succesvol wordt of niet. Dus moet je dat dan binnen dat genre, zijn er nog andere kenmerken? Ja, nou, natuurlijk verschilt de muzikale kenmerken per genre soms enorm. Wat interessant is, ook voor je geheugen of voor een hit, is dat de Nederlandse dergelijke, doe maar gewoon, dat is al gek genoeg. Geldt ook voor muziek schrijven. En dus we merken dat het is niet het bijzonderste, het bizarre muziek dat een hit wordt, of goed te herinneren is. Het is eigenlijk iets waar, als je kijkt naar kleine melodische patroontjes, dus 2, 3, 4, 5 noten, en je kijkt naar de melodische contouren en de ritmes daarin, je wilt dat alle deze kleine delen van je melodie, delen van je liedje, komen vaak voor in dat genre. En dus dat is het. Dus alles wat klinkt als jazz is een goed jazznummer. Alles wat klinkt als pop is een goed popnummer. Misschien klinkt dat een beetje simpel, maar het is wel waar. Dus je moet een beetje creativiteit erin hebben, natuurlijk, voor interesse. Maar als het te creatief wordt en als je een beetje buiten de genre valt, is het moeilijker voor mensen te onthouden en moeilijker te waarderen. Ja, dus je moet eigenlijk een gemiddeld nummer maken. Dat is het. Ja, dat is het. Goed gedaan. Iedereen meeschrijven. Ja. Stel je vragen, dan ga ik ze voorleggen aan Ashley. Een vraag van Yannick is: waarom speelt geld en hits krijgen een grotere rol in muziek dan gevoel? Is dat zo? Geld, hits krijgen. Nou, Yannick, ik wou dat dit het waarom kan antwoorden. Dat kan ik niet. Maar wat ik wel kan zeggen, wat ik als muziekoloog altijd interessant vind, ik heb een soort vuistregel voor mijn studenten, voor mezelf en mijn onderzoek. Dat al meteen wat voor onderzoeksvraag, vaak is mijn bevinding in grote lijnen, dat het is min of meer 20% muziek en 80% alle andere factoren, zoals geld, zoals star power, zoals promotie, zoals puur willekeur. Nou, als muzikoloog, eigenlijk, ik vind het best goed dat die muziek toch in deze commerciële wereld voor 20% uitmaakt. Andere mensen denken alleen 20%. Dat is best teleurstellend. Maar ik ben positief over, ik zie de glas als halfvol. Ja, dus Justin Bieber moet wel nog even een beetje een oké nummer maken, want anders dan... Het is wel waar. Ja, het is wel waar. Helemaal goed. Oké, andere vragen. Gaat meer een beetje over kunstmatige intelligentie zelf. Ja. Hoe gebruik jij kunstmatige intelligentie in je onderzoek, vraagt Danny. Ja, dus het gaat, als ik ook voor het eerst heb gezegd, het gaat over, wat is meetbaar in audio? En natuurlijk kan je heel veel dingen proberen te doen, maar specifiek wat we willen weten is dat, is het mogelijk voor een computer bijvoorbeeld om de akkoorden goed te labelen in een audionummer? En wat ook belangrijk te weten is dat het hoeft niet perfect te zijn om bruikbaar te zijn voor wetenschap. Dus zelfs als het is maar 70% correct, is dat vaak prima, omdat het 70% is heel veel beter dan niets. En dus vaak wat we doen, is dat we kijken naar muziek waar er zijn goede labels. Dus we weten al wat de genre is, we weten al wat de akkoorden zijn, we weten al wat de melodie is, en dat willen we eruit halen. En dan we proberen computers te leren dezelfde labels terug te geven. En dan kan je met heel veel grotere datasets van muziek werken, want dan hoef je niet meer voor elk nummer altijd personen te vragen, kan je alle akkoorden geven, kan je een label geven? Dat kost heel veel tijd, heel veel moeite. En dus het is echt fijn als de AI voor 70% of zo al kan doen. Ja, helder. Even kijken. Anouk wil weten hoe de industrie uiteindelijk kunstmatige intelligentie gebruikt. Hè? Dus Spotify, Discover Weekly, hoe zetten zij dat in?
Ja, dat is ook een goed vraag genoeg. Dat is, en AI is overal in de muziekindustrie nu. Ik denk dat het vrijwel alle grote labels wat voor audio analytics gebruiken binnen. Of met hun eigen medewerkers, of door een dienst zoals Spotify inhuren. Maar inderdaad, je hebt gelijk. Dat Discover Weekly is grotendeels op basis van kunstmatige intelligentie. Maar als je ook dieper binnen Spotify kijkt, je zie je dat natuurlijk de Daily Mix, ook de nummerradio's, artiestenradio's, zelfs invullen van sommige van de playlists. Er zijn zoveel playlists op Spotify. Zelfs de This Is playlist. Er is wat kunstmatige intelligentie die daarin zit. Spotify geeft ook advies en zijn concurrenten ook naar de industrie. Dus het is echt, echt overal. Maar ook heel veel mensen niet weten, maar Spotify, en in dit geval alleen Spotify, niet de concurrenten, maar zelfs met een gratis Spotify-account, als je naar developer.spotify.com gaat, kan je heel veel van de features wat Spotify gebruikt voor haar eigen diensten ook zelf gebruiken. Doe het met mijn studenten elk jaar in mijn computational musicology vak. Dus heel veel te krijgen van Spotify gratis. Ja, en wat kan ik daar dan mee doen als ik daar naartoe ga? Dus je kan bijvoorbeeld, er is een zeer interessante studie over emoties in muziek. Dus je krijgt een emotionele meting. Bijvoorbeeld is het een vrolijk nummer of een meer melancholische nummer. En dan je kan kijken bijvoorbeeld, luisteren Nederlanders naar vrolijke muziek dan mensen in het Frankrijk. Het antwoord is trouwens ja. Nederlanders luisteren volgens Spotify data in de regel naar vrolijke muziek dan vrijwel alle andere Europese landen. Tenzij Spanje, denk ik. Oh, hij is vergeet één, maar toch. We zijn echt bovenop in de lijst van vrolijke muziekluisteraars. Ja, dus dan moet je als je in Nederland een hit wil scoren misschien ook wat vrolijker muziek maken dan in een ander land. Klopt. Ja, klopt. Helder. Nog meer tips inderdaad die voorbij komen. Even kijken hoor. Laten we het ook hebben over het Songfestival. Want ja. Dat is binnenkort zover. En daar heb jij je ook natuurlijk mee bezig gehouden. Eens even kijken. Je hebt een nummer gemaakt met Willy Wartaal. Dat was voor het AI, het Kunstmatige Intelligentie Songfestival. Vertel. Ja, dat was een fantastische ervaring. En Willy Wartaal merkte inmiddels hoe interessant een partner AI kan zijn in het muziek schrijven. Ik denk dat het belangrijkste te weten is dat het dus ten eerste, het was een samenwerking tussen kunstmatige intelligentie en mensen. En ik denk dat de interesse altijd daarin zit. Niemand echt wil een knopje waar je maar drukken en plotseling is er een hit of is er een niet. Het is niet zo simpel als dat. Als het zo simpel was, had de industrie al lang geleden de formule ontdekt. Dus het is een samenwerking. Maar de aanleiding wat interessant te weten is dat een probleem met AI-componisten is dat ze zijn een beetje te productief. Dus binnen een paar minuten heb je al duizenden melodieën en duizenden ideeën. Nou, in principe is dat inspirerend, maar je denkt, oké, 5000 melodieën, wat is de best? Dus wij gebruikten in ons team, en het was een team van medewerkers van meerdere Nederlandse universiteiten, is een sterk onderzoeksgebied voor ons in Nederland. Maar we moeten een extra AI maken, alleen om de melodieën van de AI-componist te beoordelen, op basis van gaat die mogelijk een Eurovisie-hit wel of niet. En dan geven we alleen 10 melodieën aan Willy Wartaal om uiteindelijk onze nummer Abis Abis te maken. Ja, en ga je dan kijken naar, dit zijn alle nummers die op het Songfestival ooit gewonnen hebben. Kunnen we daar dan een gemiddelde uithalen? Of hoe vergelijk je dat dan? Wel, dat is precies wat we deden. Dus we hadden een dataset van een paar onderzoekers uit Israël. Die hebben eigenlijk, en dit heb je meestal niet. Dus we moesten, we konden, niet alleen met audio werken, maar er waren transcripties, digitale partituren, voor specifieke delen van de melodieën, dus van een refrein of een couplet, en ook de baslijnen van een paar Eurovisie-winnaars of goedschorende liedjes en ook een paar verliezers. En dan op basis daarvan kunnen we specifieker kijken, niet alleen in het algemeen, wat is de klank, kleur, de sound of Eurovision, maar echt specifiek, oké, wat zijn de tronen die zijn belangrijk. Wat interessant voor mij was, is dat, want het klinkt niet echt als Eurovisie, maar iets wat een beetje ambigu is qua tonaliteit, blijkbaar beter werkt op Eurovisie dan niet. Dus als het nummer te simpel, te duidelijk in een bepaalde toonsoort is, doet dat in de regel een beetje minder goed dan iets waar is een beetje aan de rand, waar je denkt, oké, ik denk dat het C is, maar nu twijfel ik wat. Ja, ja.
Dus dat is misschien waar je eerder zei van dat gemiddelde, dat het goed scoort. Dat mag je bij het Songfestival iets spannenders doen? Eigenlijk, wat het is dat een gemiddelde goede Eurovisie-nummer is een beetje ambigu qua tonaliteit. Dat is het. Dat is niet misschien wat je ten eerste denkt over het Songfestival. Mensen vaak hebben neiging te zeggen, het is zo'n eenvoudige muziek, maar dat is niet zo. Het is diverser dan mensen denken. En muzikologisch interessanter dan mensen denken. Kijk, dus niet meer met Daydance spreken over de liedjes van het Songfestival. Ja. Yes. Even kijken, stel je vragen. Ik heb er nog meer. Adelina is benieuwd of mensen in Scandinavië dezelfde muzikale voorkeuren hebben als bijvoorbeeld de Balkan. En zie je dat terug in stemgedrag? Ja, dat is een extreem interessante vraag. Ik ben eigenlijk nu bezig met een masterstudent om het te beantwoorden, of deels te beantwoorden. Ik heb eigenlijk, of helaas, vandaag nog geen concrete antwoord, omdat wat moeilijk is, is dat, oké, aan de ene kant kan je wel denken dat, misschien is de muzieksmaak in Scandinavië anders dan in de Balkan. Waarschijnlijk zo. Maar de andere ding is dat het kan veranderen in de loop van tijd. Dus wat goed Scandinavische muziek was in de jaren 70 dezelfde als nu? Nou, waarschijnlijk niet. En dan als je alles samen probeert, oké, wat zijn de juiste regio's, wat zijn de juiste tijdstippen? Het is al een beetje ingewikkeld. En dus ik durf nog niet te zeggen, oké, dit is het antwoord. Maar je richting van de vraag is helemaal terecht. Zijn er wat dingen te vinden? Ja, dat zeker wel. Maar kan ik nog niet beschrijven op een wetenschappelijke manier. Maar dat zal ik in de komende weken hopelijk doen. Ja, maar misschien wel die algemeenheden over dat wij in Nederland vrolijkere muziek luisteren. Dat zou misschien wel... Dat weet ik wel. Ja, dat weet je sowieso. Ja, precies. Ja. En Lisa vroeg net, hoe schat je de kans in dat het Nederlandse lied dit jaar gaat winnen? In het dat is een goed vraag, Lisa. Dus we hebben een model gemaakt. En oud dit model. Nou, het is ook belangrijk te zeggen dat Eurovisie Songfestival is extreem moeilijk voor voorspellen. Ik zou verder voor uw Songfestival nooit aanraden. Doe het niet. Okay. Want met perfecte informatie ga je alleen 1 jaar op 5 echt de juiste winnaar kiezen. Maar we doen het nog. En het Nederlandse nummer dit jaar, volgens ons verwachting, komt op plaats 9. Plaats 9. Nou. Plaats 9. En het nummer dat vorig jaar, heb je dat ook berekend? Ja, dat ging niet door. Het verschil eigenlijk. Ik vind persoonlijk allebei nummers best mooi. McCoy is een zeer goed songwriter en een goed zanger ook. Mm. We deden hetzelfde model voor 2020, hoewel het niet echt plaatsvond. Nee. En in 2020, misschien is dit jaars liedje heel veel beter, want onze verwachting voor afgelopen jaar was dat de Nederlandse nummer zou alleen op 37 komen. Oh, dus dan is het maar goed dat het niet doorging, inderdaad. Ja. Nou, er wordt gezegd nu, ik denk in de top 3. Dus iemand zegt, dat is nog beter. Ik hoop in de top 3. Ik hoop het ook, precies. Maar ik verwacht 9. 9. We gaan het zien. Eens even kijken hoor. Thijs vraagt, dus misschien een wat breder perspectief. Hoe denk je dat AI, kunstmatige intelligentie, de muziek gaat veranderen in de toekomst? Ja, ik denk wat we gaan zien is dat er eigenlijk meer samenwerking is. Zoals onze samenwerking met Willy Bartal op basis van muziek. Eigenlijk er is al wat AI in de grote professionele muzikale tools. En het wordt steeds beter. En dus ik verwacht dat het steeds meer verwacht wordt. En ik denk dat je plotseling... Dat artiesten gaan waarschijnlijk niet heel erg graag zeggen, dit liedje van mij was deels door AI gecombineerd. Mijn inspiratie kwam door kunstmatige intelligentie. Maar ik denk dat het stiekem toch heel veel gebruikt gaat worden. Gaan we dat verschil horen? Want als de AI goed doet, dan niet. Maar achter de scherm, ik denk dat we meer en meer artiesten gaan zien, oké, ik heb geen ideeën vandaag, maar mijn kunstmatige intelligentie wel. Dus laat me even proberen en zien of er iets interessants is vandaag. Ja, maar zeg je daarmee eigenlijk ook, het is nog een beetje een taboe? Niemand komt er echt vooruit van, tada, de helft is kunstmatige intelligentie? Er is altijd een idee, mensen zijn zo bang, of sommige mensen zijn zo bang dat kunstmatige intelligentie gaat ons helemaal... overnemen. Onder, ja. En dat mensen zijn niet meer nodig voor dingen. En ik zie
alles heel veel positiever. Ik denk dat de kans dat met name voor iets creatiefs als muziek, dat AI ons gaat vervangen, is bijna onzin. Gaat nooit gebeuren. Het is altijd maar een interessante partner. Maar ik denk dat omdat zoveel mensen zijn bang om op AI, dan blijft het altijd stiekem. Oh ja, nee, ik heb het alles zelf gedaan. Dat is het idee. We willen een soort artistic genius vinden. Ja, dat zou wel heel leuk zijn inderdaad, ja. Even kijken. De Groove Supplier vroeg net of liedjes makkelijker een hit worden in de zomer. Makkelijker in de zomer? Nee, niet per se, omdat het gaat om dezelfde aantal liedjes. Is er een verschil tussen een zomerhit en een wintershit? Er is een idee dat een zomerhit is echt iets oppervlakkig. Dat het is niets wat je lange termijn ooit gaat herinneren. Het is alleen voor één party dit jaar en dan is hij uit je hoofd. Uit onderzoek is dat niet echt waar. Ik heb gekeken, is er een verschil als je kijkt naar het Top 2000 lijst bijvoorbeeld? Is er een verschil als je kijkt naar mijn experimenten? Als je meet welke liedjes zijn beter te onthouden dan andere liedjes? We zien eigenlijk geen verschil tussen winter en zomer. En dus is er een andere klok voor de zomerseizoen? Ja, dat wel. Maar maakt het echt een verschil? Je zou misschien kunnen denken, omdat dat zoveel duidelijke, vrolijke liedjes zijn, misschien een simpelere beat of zo, dat uitmaakt. Maar dat is dus niet zo. Overal ter wereld, zelfs in de zuidelijke halfrond, overal ter wereld zie je dat de muziek waarnaar mensen luisteren een beetje vrolijker is in juli dan het is in februari. En er is ook een soort Christmas spike in traditionele christelijke landen natuurlijk in december. Maar de gewone patroon is dat een beetje meer melancholisch in februari en dan tot vrolijker zomers en dan weer terug. Dus dat zie je op de hitparades, dat zie je ook buiten de hitparades in de muziek waarnaar mensen luisteren. Ja, waar we het niet over hebben gehad, maar wat ik toevallig weet van jou, is dat je ook onderzoek hebt gedaan naar intro's van nummers. Ja. Want die moet natuurlijk ook misschien op Spotify nu helemaal nog catchier zijn, zodat je niet denkt, ik zet hem af, 100.000 andere liedjes. Wat kan je zeggen over de wetenschap van intro's van liedjes? Ja, het is, het is vaak gezegd dat intro's zijn veranderd in de loop van tijd. En dat mensen, het is zo makkelijk nu te switchen naar een andere liedje. Dat je moet inmiddels de aandacht aantrekken. Ik weet niet wetenschappelijk of dat echt zo is. Dat heb ik niet gemeten. Maar wel uit ons onderzoek hebben we gekeken. Heel veel mensen denken, de intro is eigenlijk beter dan de refrein als je inmiddels een liedje wilt herkennen. Dat het is van de eerste paar seconden. This is my song. Dat is ook helaas niet zo. De refrein is de refrein. En als je kijkt naar zelfs voor zeer bekende liedjes, zoals We Will Rock You, je zou denken dat een intro is ook, dat is het moment. Iedereen weet dat het We Will Rock You is. Maar eigenlijk het is het toch het refrein wat het snelst en makkelijkst te onthouden is voor de meeste mensen op de lange termijn. Dus intro's zijn net zoals de bridge. Eigenlijk komt hij maar één keer terug. Maar de refrein komt in de meeste popliedjes meerdere keer terug. Dat helpt dan alles makkelijker te onthouden te maken. Ja. Dus als je een lousy refrein hebt, is de kans groot dat jouw intro minder iconisch wordt uiteindelijk. Want klopt ook. Klopt ook. Helder, ja. We gaan een beetje richting de laatste vragen. Soraya vraagt, wat wordt je vervolgonderzoek? Met vervolgonderzoek. Ik vind het echt interessant. We luisteren nu naar meer muziek dan ooit. Dus de gemiddelde luisteraar nu luistert naar 10 keer zoveel muziek als de gemiddelde luisteraar van 10 jaar geleden. Dus het is een echt... niet 10 keer verzet, sorry. Zoveel muziek als de top 10% van... Die heb ik niet juist uitspreken. Dus gemiddelde mensen nu is de top 10% van luisteraars 10 jaar geleden. Maar we luisteren naar heel veel meer muziek terwijl we andere dingen zijn aan het doen. En dus we luisteren minder met volle aandacht. Eigenlijk is het altijd een beetje zo, maar nu zelfs meer, omdat het zo makkelijk is om naar muziek te luisteren. Dus wat ik wil ontdekken is,
als je luistert, terwijl je leest, terwijl je sms'en, terwijl je belt soms. Wat zijn de muzikale kenmerken, wat we kunnen meten op basis van kunstmatige intelligentie? Waarnaar luister je nog steeds? Dus je luistert niet met je volle aandacht, maar ben je toch zeer gevoelig voor bepaalde melodische patronen? Ben je toch zeer gevoelig voor je favoriete ritme? En uiteindelijk, wat zijn de verschillen onder mensen qua wat interessant is en wat het merkbaarst is in muziek. Dus dat is waar ik wil gaan met een onderzoek in de toekomst. En dan geef je mensen een taakje terwijl ze naar muziek luisteren. En hoe weet je dan wat er blijft hangen? Wat ik wil doen, ik wil altijd met citizen science werken. Dat betekent dat je werkt met heel veel mensen, niet in een laboratorium. Dus wat ik wil doen, is dat ik wil met de toestemming natuurlijk. Het is even een appje op je telefoon installeren, waar ik kan stiekem iets veranderen, af en toe, in je geluidskanaal. En dan even meten, oké, heb je het verschil gemerkt? Dus nadat een verschil gemaakt is, dan is het piep, 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 een bericht komt binnen. Oké, iets is veranderd, merk je wat? En dan ik weet wat ik heb veranderd. En dan weet ik later, heb je het opgemerkt, wel of niet? En dan kan ik geleidelijk met heel veel mensen kijken, wat zijn de patronen erin? Maakt het een verschil of je aan het lezen bent, of maar in de trein? Maakt het een verschil wie je bent? Maakt het een verschil of je bent muzikant, wel of niet? Dat wil ik echt kijken. Mooi, mooi onderzoek. Kunnen mensen zich al aanmelden? Nog niet. Maar, nog niet. Als je songfestival liefhebber bent, kan je naar amsterdammusiclab.nl. En daar hebben we nu een mooi experiment over of je goed Eurovisie Songfestival liedjes kan herinneren. Het is leuk. Moeilijk, maar makkelijker dan je denkt. Nog een keer, het is zeer Amsterdam. Belangrijk voor ons, want het is een zeer goede toets van, oké, is het wel waar dat je een liedje maar 2 keer kan horen? En dan 5 jaar later, zelfs als je de artiestennaam heeft vergeten, weet je inmiddels, oh ja, maar dit. Ik herken het. Ik heb het ergens gehoord. Nog één keer de link? AmsterdamMusicLab.nl. Alles in het Engels, alles in één woord. Ja, leuk. Ga dat doen. Even kijken, misschien nog Api Gapi vraagt, wat is de beste hit ooit volgens jou? De beste hit ooit, dat was van mijn grootste onderzoek. We kwamen tot Wannabe van de Spice Girls. Zowel in Nederland als internationaal. Dat was het nummer uit alle Britse popnummers. Die zijn het allersnelste te herkennen, overal ter wereld. Nou, als kind van de 90's kan ik me daar helemaal in vinden. Wannabe van Spice Girls. Ja, ik ook. We zijn aan het einde van deze sessie gekomen. Ontzettend bedankt voor jouw vraag. Ik denk dat voor heel veel mensen ook een eye-opener is hoeveel je met wetenschap kan onderzoeken en hoeveel vragen je wel kan stellen over muziek en de data ook achter muziek. Ga dus allemaal naar amsterdammusiclab.nl en mijn vrouw is blij met je antwoord, zegt Api Gapi nog over Spice Girls en Wannabe. Dus een extra dankjewel. Blijf nog heel even hangen, want ik ga nog even vertellen dat we volgende week praten met Victor Vu en Rebecca Schaefer. En dan gaan we het hebben over de relatie tussen muziek en gezondheid. En waarom en wanneer muziek heel erg goed voor je is. Dus gaat dat zien. Dat is 19 mei om 8 uur. En dat is dan op Facebook. Dus volg daar ook de wetenschapsagenda. Nogmaals bedankt Ashley voor al jouw antwoorden. Een hele fijne avond nog. En tot de volgende keer. Dag. Dag.